pursued by a bear. Achtervolgd door een beer. Dat is de zinsnede die mij het meeste bijstaat van Shakespeare's The Winter's Tale. MLAB gaat over 2 weken een wintersprookje uitvoeren. Ik ben benieuwd hoe die ene zin dan verwerkt is. Ik ga het zo aan de regisseuse vragen. Niets is wat het is, is wat het lijkt. Jij bent zo'n beetje de miljoenste regisseuse die Shakespeare onder handen heeft. Dat zal ongetwijfeld zo zijn, ja, zeker. Ja. En hoe ga je dan te werk? Kijk, in dit geval, ja, je gaat natuurlijk niet anders te werk dan bij elke ander stuk. Dat maakt eigenlijk niet uit. Ik kijk altijd gewoon naar waar gaat de voorstelling over. Wat voor beelden zie ik voor me. Waar zit dynamiek in. Waar zitten slapstick momenten. Waar zitten kleine kwetsbare momenten. En probeer het verhaal zo inzichtelijk en helder mogelijk te vertellen. Ja. En of dat nou voor kinderen is of voor volwassenen maakt eigenlijk helemaal geen bal uit. Ik speel de koning Leontes. En samen met mijn vrouw Hermione zijn we aangespoeld. Zo begint het stuk. En wij zijn op zoek naar onze dochter, Perdita. Want Perdita, die heb ik, notabene, heb ik die na de geboorte heb ik die verbannen uit het Rijk. In een vlaag van waanzin, woede. In een vlaag van woede, waanzin, maar vooral van jaloezie. Ik dacht namelijk dat het niet mijn kind zou zijn. En van mijn beste vriend, Polyxenus. Je verdacht je vrouw van overspel. Ik verdacht mijn vrouw van overspel. Jij bent het object van jaloezie. Ja, absoluut. Ja. Ik ben het object van jaloezie als het gaat over de vrouw van Leontes. En ik ben ook de vader van mijn zoon Florizan die aan de bruid moet en dat niet wil. Dus er zitten eigenlijk 2 conflicten. Jaloezie van mijn beste vriend. Een ruzie met mijn zoon omdat hij niet wil trouwen met zomaar een prinses. Mijn klasgenoten zeiden altijd, je moet een keer een prins gaan spelen. En toen kwam dit en toen dacht ik, ja, nu al. Oké, ik doe het toch. En toen heb ik auditie gedaan, toen heb ik de rol gekregen en nu ben ik eigenlijk een prins. Loop je maar te dwalen door het donkere bos. Ik heb niets meer te eten en mijn veter zit los. Ik kwam hier iets zoeken, maar ik weet niet meer wat. En ik heb het nog nooit zo koud gehad. Wow. Het begint bij dat hij eigenlijk iets zoekt, waar al die jonge rollen bij beginnen. Hij zoekt iets, maar hij weet niet wat. En hij vlucht, hij gaat weg. En dan komt hij onverwacht iets tegen wat hij dan helemaal geweldig vindt en waar hij dan van in de war raakt. En dat is in dit geval Perdita, de herdersdochter. En hij is helemaal van slag. Heb je in de Wild Party versie 2 gezien? Ja, klopt. Daar was je een sensuele danseres en nu ben je een keurig meisje. Ja, van de lesbienne naar een prinses, hè? Ja, ja. Die ook lesbisch had kunnen zijn. Dat kan. En dat weet je. Ja, oh ja, nee, trouwens, dat weet je uiteindelijk niet wel. Nee, dat is gewoon superleuk. Ik moet zeggen dat ik in eerste instantie ook dacht dat de rollen van bijvoorbeeld zo'n lesbienne, zo heel sensueel en heel vrouwelijk. En ik dacht altijd dat mijn rollen waren. Ja? Zeg maar meer echt, omdat ik ben ook natuurlijk vrij lang, 1,83. En een prinses, ik zag daar iets kleins en iets blonds en iets schattigs. En iets popperigs, dat zag ik daar een beetje bij. En ik ging hier auditie voor doen. Omdat ik dit gewoon een hele leuke plek vind om te werken. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon een auditie doen en dan zie ik het wel. En toen werd ik aangenomen. En toen dacht ik, ja, nou moet ik dus een prinses gaan spelen. Ik loop maar op te dralen door het donkere bos. Ik ken hier alle bomen, elke vogel en vos. Ik ben geen poppetjesprinses in de voorstelling. Het is wel echt een dame met een eigen wil. Het is ook nog wel een grappig ding dat Perdita eigenlijk een beetje stoerder is dan Florizan. En dat het gaat zo'n beetje tegen elkaar op, maar Florizan verliest altijd een beetje. En maar op een gegeven moment dan is het toch wel, hoop ik, gelijkwaardig. En ontstaat er toch wel iets moois. Men zegt het leven is zo kort. Ik vraag me af voor het ooit weten. Is een experiment.
Wat valt er nog te experimenteren in iets dat al established is? Nou ja, kijk, Wintersteel en sowieso veel Shakespeare zijn niet established als musical. Dus dit verhaal zoeken naar de manier waarop je dit muzikaal kan vertalen, mm-hmm, is echt iets waar je zo'n plek als het MLab voor nodig hebt. Ja. En het is toch ook weer anders dan bij... alle voorstellingen die ik tot nu toe heb gemaakt is wel altijd met muziek. Maar bijvoorbeeld nu de samenwerking met Jan Groenteman om liedjes weer vanuit zijn idioom in te voegen in het verhaal. Ja, dat is ook wel weer fantastisch. Het experiment voor mij zit hem in deze productie vooral bij de keuze van de schrijver. Dat een jonge schrijver de kans krijgt om een nieuw verhaal te maken van Wintersprookje. En nou, dat heeft hij hartstikke goed gedaan. En zo zijn wij er eigenlijk bij om dat verder vorm te geven. Hoe ben je gerekruteerd door Sita en haar kornuiten? Gewoon via de mail eigenlijk, om eens te komen praten. Ja, ze was op zoek naar mensen voor onder andere een Wintersprookje, omdat ze daar zelf een cast of een cast van creatives eigenlijk wilde samenstellen. En het was bij mij gekomen, ze hebben een heel leuk gesprek gehad en aanleiding daarvan heeft ze me toen gevraagd om ook mee te komen. Hoe viel het musical genre eigenlijk in de familie Groenteman? Wij zijn nooit echt een diehard musical liefhebber. Nee, ik zie jullie ook nooit over de rode loper lopen. Nee, dat is, maar wie weet, misschien is dit een begin van een nieuw tijdperk in dat opzicht. Jan is het ook de eerste keer dat hij voor een musical schrijft. En tot nu toe bevalt het heel erg goed. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet heel erg een grote musical fan. Maar ik vind bepaalde musicals wel mooi. En het leek me ook heel spannend om iets te maken waar ik zelf gewoon heel blij mee was. Want ik geloof heel erg dat die vorm... dat er nog veel mogelijk is met musical. Ik kom echt uit de popmuziek en de alternatieve popmuziek. En even modern woorden gebruiken. Je neemt bagage mee. Ik neem bagage mee, ja, precies. Dat stop ik ook in mijn spel en in mijn aanwezigheid, zeg maar. Is niet echt Phantom of the Opera? Nee. Het is meer... Ja, ik ben ook meer een popmuziek liedjeschrijver. Dus het is heel poppy. Dus als het goed is... Lekker makkelijk in het gehoor, maar wel hopelijk kloppend bij de scènes. Dus misschien een beetje iets meer popmuzikante benadering van de dingen. Dat je, en dat popmuzikanten moeten zich vaak heel snel aanpassen. Ja. Dus zoals nu dat ik kijk naar een nummer en je denkt, nou hier werkt basgitaar. En dan heb ik het geluk dat ik basgitaar kan spelen en dat ik dat dan meteen kan aanvullen. In plaats van dat ik echt zo'n sessiemuzikant ben die... zegt, nou ik ben de drummer en that's it. Het is ook wel spannend, want je begint ergens aan zonder precies te weten waar je uit gaat komen. Iedereen heeft ook heel veel input en dat is heel erg goed, want je maakt iets echt samen. Maar het is toch anders dan wanneer er gewoon iets ligt en dat ga je gewoon uitvoeren zo goed mogelijk. Het wordt echt gekneed en gemaakt gaandeweg naar de première toe, zeg maar. Ja. Dus het is best spannend, maar daardoor is iedereen ook wel weer heel erg scherp voortdurend, omdat elk moment telt. Je hebt ook de teksten geschreven van de song. Dat lijkt me iets heel anders dan muziek schrijven. Ja, natuurlijk. Meestal zijn het toch aparte tekstschrijvers en muziekschrijvers, maar ik schrijf echt van kind af aan echt wel al liedjes. En ook teksten? Teksten en muziek wel, ja. En natuurlijk in puberteit Engelstalig. En na het conservatorium ben ik heel snel begonnen met Nederlandstalige liedjes schrijven. Mm-hmm. En gaat mij altijd heel natuurlijk. Het ontstaat eigenlijk tegelijkertijd. Dus de muziek en de tekst, die schrijf ik eigenlijk in één keer. De zon is hier niet rond, er zwemmen visjes in mijn mond. Wat vind je van het huidige Nederlands in musicals, vertaald of origineel? Ja, ik ben altijd wel heel kritisch. Ja. Ja. Wat was jouw doorn in het oog? Namen? Oh, dat weet ik niet. Ik volg het niet zo heel erg. Ik luister toch meer naar popmuziek dan naar musicals. Maar dingen als Mamma Mia, ja, daar gaan we weer. Of zo, dat vind ik wel moeilijk. Daar ga ik weer. Daar ga ik weer, sorry. Ja, dat is moeilijk. Maar ik zit dan ook meteen te denken van hoe zou ik dat doen? En dat vind ik wel een hele moeilijke. Ja. Dat is bijna niet te doen. De meest intrigerende zin uit The Winter's Tale is... Exit pursued by a bear. Krijgen we dat nog eens terug? Ja, dat zit erin. Ongelooflijk. Ja, het zit erin. Weet je wat? Ik ga jou op de première vragen hoe jij Mamma Mia, Here I Go Again wil vertalen. Ik ga er nachten van wakker liggen. Ja, dankjewel. Tot ziens. Ik ga even bij je staan. Even nog zoveel aan.
vind je ervan? Is dit het eerste interview dat het niet heeft over Paul de Leeuw? Nou, nu niet meer. Ik zou me echt... Als ik jouw vader was, zou ik me echt doodschamen voor je. Echt waar? Dan moet je jezelf zien zitten, man. Nee, maar dat vind ik daar... Ik heb geen enkel probleem daarover te hebben. Dat blijft me voor de rest van mijn leven achtervolgen. En ik heb daar echt geen probleem mee. Nee. We gaan het ook niet over hebben. Nee, nou, dat mag best, maar het hoeft niet. Nee. Oké, okay. Nee, dank je. Ik hoop dat ik de weg...